de mannen of wat dit? Hallo. Hallo. Oké, voor ik begin aan de uitleg van het Minecraft project, ga ik eerst laten weten wie de giveaway heeft gewonnen van de webcam. Deze bad boy, de winnaar van deze bad boy. Oké, even kort. Als er mensen zijn die gaan disliken en dat ze niet hebben gewonnen en ik zie daar fucking veel dislikes zijn. Ik zie van, wow, fucking veel dislikes. Doe het nooit meer een giveaway, nooit meer. Dan is dat onrespectvol en dan zeg ik gewoon van, nee, nooit meer giveaway, fuck off. Jullie zouden gewoon al moeten liken, omdat ik een giveaway doe. Want dan geef ik eigenlijk gewoon geld weg. Dan steek ik geld in brand, dan geef ik het aan iemand. Dus ja, joe. Maar er is dus een winnaar. Er is één iemand die alles heeft gedaan wat ik heb gezegd, gedeeld. Alles heeft gedaan wat ik zei, geliked, gecomment, shit like that. En die winnaar is geworden. Kijk, druk nu op like, want als deze video 1000 likes heeft of 900 of 800. Onder of zo, dan krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Dus ja. De winnaar van de giveaway is gewonnen. Tromgeroffel alsjeblieft. In the eyes of this. Met zijn comment. Ooit zat ik op het toilet. Dan ben ik in slaap gevallen. 4 uur later helemaal ingezakt en ondergekakt wakker geworden. Geniaal. Waarschijnlijk is het niet eens waar. Het is wel grappig. Gefeliciteerd met je webcam. Zoals veel mensen weten. Ik ben nogal traag met dingen opsturen. Maar je krijgt het altijd wel. Het duurt misschien altijd fucking lang. Want dat is omdat de post bijna nooit meer open is als ik terugkom van school. En in de weekends ben ik nogal druk. Jongens, laten we beginnen aan de uitlegsvideo van het Minecraft project. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. Hallo kijkers van mijn kanaal. Hallo. Vandaag doen wij een filmbespreking van mijn lievelingsfilm. We gaan vandaag Toy Story 2 bevatten. Oké, het is wel mijn lievelingsfilm, maar oké, boys. Zoals jullie lezen in de titel, Minecraft project. Wat is mijn project? Wat ga ik doen? Kom er allemaal te weten in deze video. Doe zeker een duimpje omhoog, want het is in jullie voordeel. Als je liked, dan krijg ik meer motivatie om het echt te doen, om het ermee te starten en zo. Dus doe zeker even like, dan motiveert het me helemaal. Dus like. Ik zat mij dus de vraag te stellen toen ik gewoon even op mijn bed lag. En ik zat te denken, hoe kan je van iets niet origineel, toch? Iets origineel maken. En natuurlijk, als ik het woord niet origineel hoor, dan denk ik spontaan aan Minecraft. Omdat Minecraft gewoon het meest gespeelde spel ooit is op YouTube. Wat ervoor zorgt dat het eigenlijk volledig niet meer origineel is om het in een speciale survival manier te spelen. Dat is jammer, want survivalen vind ik het allerleukste wat er is op Minecraft. Zoals jullie weten ben ik niet echt zo'n Minecraft fan, maar de laatste tijd ben ik met het idee gekomen om van Minecraft iets geweldig origineel te maken. Wat ik ga doen, dat gaan jullie nog zien. Ik ga het pure concept nog niet uitleggen, maar ik ga de omranding volledig uitleggen in deze video. Het komt erop neer dat ik ga recorden met andere mensen en ik ga superveel editen in die video. Het wordt een soort van Minecraft survival, geedit, zonder plugins, met andere mensen, met meerdere facecams, met geweldige geluidseffecten. Eigenlijk gewoon de Acid video verwerken met Minecraft en met andere mensen erbij. Nu, wat is jullie voordeel daarin? Jullie kunnen ook meedoen. Je hoort het goed, het is op een server. Nu denk je waarschijnlijk, is het dan opnemen met kijkers? Wel, als ik begin, ga ik eerst opnemen met medevrienden, met YouTubers, mede-YouTubers, shit like that. De eerste aflevering komt binnenkort online. En als ik zie dat de comments, de likes, de support daar goed op is, ga ik verder doen. En vanaf aflevering 10 ga ik waarschijnlijk om de 5 afleveringen 1 keer opnemen met iemand uit de comments. Natuurlijk heb je dan wel enkele dingen nodig, zoals een goede webcam, een goede microfoon en zo van die dingen, want anders klopt het niet echt binnen mijn project. Er zijn ook strikte regels, maar dat ga ik allemaal wel uitleggen aan jou als het zover is. Jullie hebben gewoon de kans om mee te spelen op mijn kanaal met Minecraft. 1 ding dat ik jullie kan zeggen, het is niet de bedoeling dat als wij samen gaan Minecraften, opnemen voor mijn kanaal, dat het channel promotie wordt. Want dat wordt het niet. De video gaat niet gaan over jouw kanaal. De video gaat niet gaan dat jij je moet voorstellen, moet zeggen wat je doet op jouw kanaal. Nee. Het worden geen survivals waar we echt gaan praten over YouTube shit. Het wordt het YouTube project van 2015. Het wordt fucking epic. Het wordt echt wojo. Het is echt iets waar ik naar zou uitkijken als ik een YouTube-kijker was. Het is allemaal heel vet. En in woorden lijkt het ook heel vet. Maar eigenlijk is het gewoon fucking vet. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Als ik zie dat de support op deze video goed is, dan heb ik meer motivatie om verder te doen
En om dat en dat en dat te doen. Dus jongens, doe even duimpje omhoog. Yeah. Om toch wat vorm te geven aan wat we gaan doen. We gaan dus Minecraft Survival spelen. Op een server. Met meerdere mensen. Geen doorlopende video. Want ik ga er veel in knippen en shit like that. Zonder plugins. En ik ga het elke week 2 keer uploaden. Of gewoon als ik zin heb om het te uploaden. Ik heb ook een hele vette naam voor de serie. Gaan jullie allemaal nog zien? Het wordt episch. Ik kan jullie zeggen, het wordt echt episch. Het wordt geen standaard survival. Het wordt geen typical Minecraft shit. Nee, echt niet. Het wordt de epischste, droogste, fucked-upste Minecraft survival project die jullie ooit gezien gaan hebben. Een unieke ervaring om te checken op YouTube. Een unieke ervaring om eens samen met mij te kunnen spelen. De manier waarop ik mensen ga kiezen. Ja, dat kan ik nu eigenlijk ook wel al uitleggen. Ik ga een speciaal mailadres maken waar jullie dan mails naar kunnen sturen met jullie specificaties in van welke micro en zo jullie hebben. Jullie skypen, waarom jullie willen meespelen en zo. Maar dat ga ik allemaal nog uitleggen in een aparte video. Die dan even tussendoor online komt als natuurlijk de 10 andere afleveringen van de Minecraft goede support krijgen. Maakt niet uit of je meisje bent, maakt niet uit of je jongen bent, maakt niet uit hoe oud je bent. Als je maar voldoet aan de dingen waar je aan moet voldoen. En dat laat ik dus ook allemaal weten in die andere video. Ik wil jullie gewoon laten weten dat ik ga opnemen met jullie. En als dit allemaal is gezegd, weten jullie eigenlijk wat ik ga doen. Dus, ik ga mij de komende dagen zeker en vast bezighouden met meer brainstormen. Om er nog een rode draad tussen te steken. Om er misschien een klein beetje een verhaal tussen te leggen. Maar gaan jullie allemaal zien? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jongens, ik ben Acid. En ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeker even op dat duimpje omhoog klikken. Drop een comment. Drop een comment. Zeg wat jij ervan denkt. Zeg wat jij vindt. Ik wil jullie mening horen. Deel deze video met al je vrienden. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, jongens, adios. Tot de volgende keer, bitches.